show you the house. We gaan jullie de huis laten zien. On this moment, on the 8th of December, op de 8e van december, we show you the house. We laten jullie de huis zien. We gaan beginnen met de schacht. De schacht is hier, zoals je ziet. En de schacht is inmiddels helemaal klaar. Je ziet hoe hoog het huis is. Dit is ons huis, helemaal de hoogte. Dit zal de woongedeelte worden. Woongedeelte. Mooie stenen muren. Onze bankstel staat al ingepakt. Zoals je ziet, een nieuwe wand. Dit wordt de keuken. Oranje tegels, een stukje Nederland. Dit gaat de keuken worden. Keukenblok moet nog komen. Toiletruimte is hier. Je ziet de wastafel hangt hier al. Toiletruimte. De woonruimte weer. Dan hebben we hier de gang. Dit is onze gang. Staat de kast. Dat is de gang. Dan gaan we naar de voorkant. Dat is onze intree, de voordeur. De voordeur met twee klapdeuren erachter, een extra halletje. Dan gaan we naar de trap. En we gaan omhoog. Brengen jullie naar boven toe. Lekker stukje muziek, country muziek. Hier ben ik nog aan het werk. Dit is onze studioruimte. Dat donkere gat daar, dat wordt onze slaapkamer in de toekomst. Het is heel donker. Je ziet dat het donker is. Maar nu is het lichter. Onze slaapkamer wordt dit. Dit is de inloopkast. Nu gebruik ik het nog als werkplaatsje. En dit is de inloopkast. Moet nog gedaan worden. Deze muren zijn pas gedaan. Dat heb ik zelf gedaan. Dit is eigenlijk net klaar, is nog nat. De deuren. Dan gaan we naar de badkamer, de eerste badkamer. Badkamer, nieuwe tegels. Dus. Een washok. Hier wordt de wasmachine komen. Moet nog wat aan worden, dit hoekje. En dan zie je de overzicht van de badkamer, toilet, wastafel, om nog een spiegel te hangen. Je ziet het, en dan wat haakjes. Dan gaan we naar de volgende etage toe. We zijn nog steeds op de eerste etage. Dit is even
vakruimte waar alle spullen staan uit Nederland. Je ziet het, alles is nog ingepakt. Mama. Ja, ja. Zo, dit is dus ook de. Dus nu gaan we weer een trap hoger. Naar de volgende ruimte. Dan gaan we naar de afdeling waar Mila komt. Dat is onze dochter. Dochter van Alice, maar ja. Ze noemt mij stepdad. Ze called me stepdad. Het, ja. Maakt niet zoveel uit, dit is Mila's kamer. En zwarte muren. De badkamer. Toiletruimte. Badkamer. Er moet ook nog een spiegel komen. Wastafel op een moderne stijl. Pas geteeld, een beetje stoffig nog. En het bad. Zo. Gaan we naar de voorkant. Dat wordt dit zal be study room or studeerkamer voor Mila en eventueel voor logees. Logees kunnen hier komen. Balkonnetjes. Afdeling. Deze deur moet nog vernieuwd worden. De deur naar buiten. En hier moet nog verder gewerkt worden. Je ziet het wel. De gang en de zijn nog niet klaar. De corridors zijn not ready yet. Dit wordt ook een logeerkamer. Je ziet het. Het is aardig groot, hè? Het is dus de derde. We gaan de grond. Eerste etage is onze ruimte. Tweede etage is Mila's ruimte. En de derde etage wordt ook voor de gasten. En we hebben drie toiletten. Dan gaan we naar buiten. Het is vandaag een nationale feestdag, vandaar dat de vlaggen hangen. Dit is de laagste level. Nu gaan we omhoog. Het dak dras. Het is opnieuw belegen allemaal. En dit is het tweede dak dras wat we hebben. Waar we gaan zitten, barbecuen. Want hier heb je wat meer uitzicht. Kant van Valletta.
En als je goed kijkt. Dan zie je daar een boot gaan. Mooi, hè? Kranen van de havens. Binnenkort komt de eerste level komt ons solar system. Solar system, they shall bring next week. They brengen het volgende week. Hier hebben we de glazen van de dag dat we de sleutel hebben gekregen, hebben we hier wat gedronken. We gaan nu naar de voorkant. En als je goed kijkt, zie je ook in de verte al die vlaggen. Want die vlaggen geven aan dat er feest is. Zo, zoals je ziet, ons huis, eigenlijk begane grond, eerste etage, tweede etage, derde etage en dan zeg maar op de derde etage de uitgang naar buiten, terras en dan nog een etage hoger, nog een terras. Zo, je ziet hoe hoog ons huis is. Ik hoop dat jullie genoten hebben, weten nu waar ik ben. En kijk goed, kijk het water zien. En je ziet natuurlijk dan ook de stadsmuren van Valletta. En dat is toch ook wel mooi om te zien, want het is echt in de riddertijd een beetje. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de rondleiding. Ik zou zeggen, groetjes. In Nederland allemaal, heel liefst. En fijne kerstdagen. De wind waait een beetje. Fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ik zou zeggen, mensen, groetjes. Hoi, uit Holland. Niet, maar uit Malta. Uit Holland, hoe kan ik dat nou zeggen? Uit Malta. Bye bye. Zwaai, zwaai.